De kerstdagen van dit jaar zullen in een sobere sfeer gevierd worden vanwege de situatie in het land. Tot deze conclusie komt Steven Rijmen van de Volle Evangeliegemeente Logos International in gesprek met de nieuwsdienst. De geestelijke leider stelt dat de gemeenschap ondanks de situatie toch in positieve zin terug moet kijken naar het jaar dat binnen enkele dagen afgelopen is. Wij hebben vorige week gewoon wat wij noemen een dankdienst gedaan, waarbij we God gedankt hebben voor het feit dat we nog in leven zijn, voor het feit dat we gezond zijn, voor het feit dat we doen een manier zo wanneer, maar we eten wel. Onze kinderen gaan naar school, zijn beschermd geweest door de Heer. Ik denk dus als we kijken naar kerst en zeker ook kijken wat Jezus voor ons gedaan heeft, gestorven aan het kruis, opdat wij eeuwig leven kunnen hebben als we in hem geloven, dan denk ik moet deze kerst toch in het kader gevierd worden van dankbaarheid. Suriname gaat door moeilijke momenten, maar God op een of andere manier geeft de Suriname de kracht om te overleven. En we hebben overleefd. Het was moeilijk vanwege die situatie economisch, maar we hebben het overleefd. Er waren moeilijke momenten waarbij heel wat ontevreden mensen waren. Ik was ook een van ze. Maar terugkijkende en kijkende naar zondag aanstaande, dan denk ik dat we gewoon dankbaar moeten zijn. Rijmen meent dat de kerstviering gewoon door moet gaan, ondanks de moeilijke financieel-economische situatie. De apostel heeft in zijn gemeente niet gemerkt dat mensen vanwege de ontwikkelingen de kerk minder bezoeken. We zien juist dat mensen in moeilijke tijden dichter bij God komen, bidden. Eén nadeel is wel die Zoom-meeting die door COVID is gekomen, die maakt dat je dan niet fysiek altijd meer de mensen hebt, maar je hebt ze toch wel nog. Je hebt mensen die toch nog graag op de vrijdag bijvoorbeeld gebed willen hebben. Maar de zondagdiensten zijn de mensen toch nog aanwezig. En komen ook voor hulp. En zeker in de gemeente waar ik de leiding geef, is het ook zo dat wij een redelijk sociaal-maatschappelijk programma hebben, waarbij we ook de mensen helpen. En mensen als ze hulp vinden, je kan zeggen bij mensen, door God gebruikt, dan komen ze nog meer bij de Heren, komen ze nog meer bij de kerk. De geestelijke constateert verder ook dat normvervaging veel binnen de gemeenschap opduikt. De kerkgemeenschappen moeten om deze redenen nog meer hun stem laten horen. Rijmen zegt dat een stem van liefde, bezinning en vooral reflectie en vergevingsgezindheid van eminent belang zijn vanuit de gemeentes in deze moeilijke tijden.